Oh nee, ik had gisteren wel een gesprek met die Surinamers. Dat was dus heel erg grappig en heel erg educatief. Wat namelijk blijkt, is dat wij in Nederland kijken naar Surinamers als zijnde van, nou, dat zijn allemaal donkere mensen. Maar in Suriname zelf is er echt een zware onderscheid. Hè? Dus, oh ja? Ja. In Suriname. Dus dat discrimineren tegen ze, hoe zwarter, hoe erger. Ja. Hoe minder zwart. Oh, hoe minder zwart, hoe ja, erger. Ja, want in Suriname zijn de authentieke bevolking, dat zijn de Indianen, zeg maar. Ja. Dus alle mensen die dan niet helemaal vol Indiaan zijn, dat zijn allochtonen. Dus dat was die vrouw ook aan het vertellen. Dus ik was daar gewoon in Suriname en daar, daar was ik al allochtoon, weet je. Ik zie er wel een beetje als Indiaan uit, maar ik was toch niet helemaal puur van die Indiaan zijn. Dus ik was allochtoon. Kom ik in Nederland, ben ik weer allochtoon. Waar hoor ik nou eigenlijk thuis? En, ja. Maar er zaten dus allerlei verschillende groeperingen van Suriname zaten daar. En dat was heel erg grappig, want hij zei op een gegeven moment, zo'n jongen die zat al op zo'n fiets en die zei van ja, en met die mensen, zie je wel, zei die moeder weer, nou maak je weer een onderscheidje, zeg die mensen. Nee, ik zeg gewoon die mensen, ik zeg niet pinda of zo. Pinda is dan kennelijk het woord wat ze voor een bepaalde groepering zeggen. Maar dat was heel mooi. En wat ik wel heel erg leuk vind aan die aan de familie ding, en dat zag je dan even zo, is dat zo'n moeder, die was al grootmoeder, maar ze was nog redelijk jong, die wordt door iedereen geëerd, hè? Dus het maakt niet uit hoe ruig die mannen zijn met hun doekjes om die langslopen. Allemaal even knikken en u en dag mevrouw. En haar oudste zoon zat erbij. En die was een beetje aan het vertellen over de verantwoordelijkheden van de oudste zoon en zo. Mij ook helemaal onbekend. Schijnt dus gewoon dat het oudste kind in de familie, en met name de zoon, die heeft een enorme verantwoordelijkheid. Die moet de familie eer hoog houden, die moet netjes zijn, die moet de eer van zijn vader en moeder hoog houden. Ja. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Zeker. Je hebt wel allemaal dingetjes geleerd daar. Dat was wel erg grappig. En die jongen die had ook, daar ga ik mijn monoloog mee afsluiten. Die had ook... Die zat de hele tijd met een brede smile en ik dacht, het was allemaal leuk. Zei die, op een gegeven moment keek me zo aan. Hij zei, ja, je weet het, hè. Een dag niet gelachen is een dag gewoon niet gelachen, maar we hebben wel geleefd. Goeie afsluiter, Rick. Vond ik ook.